Zo mensen, goedenavond. Mijn laatste live van vandaag. Omdat vele mensen me ook hebben gevraagd en dan iemand praat erover. Kan je erover praten in je live? Ik wil live idee. Het is meer de spijre mensen, dus ondertek me kwalijk. Het is namelijk zo dat mensen met een beperking, mensen die bijstand kregen van de regering, die 1800 SRD niks hebben ontvangen. Hun laatste geld die ze hebben ontvangen was in november. Het was in november. Ik denk 24 of 25 november die men voor het laatst ontvangen. Vandaag was SPSB bank helemaal druk en men ging daar. Men heeft geen enkel hart voor die mensen. Die mensen gingen daar om te horen van de bank. Medewerkers dat de minister niet heeft getekend of geld heeft overgemaakt. Dus ik wil bij deze dan met jullie delen dat deze regering niet weet wat verantwoording is. Zo'n mooi december, zo'n mooi kerst. Dan is men bezig met andere onbelangrijke zaken. Focus men op Bouta, focus men op opsluiting van de heer Bouterse. Is belangrijker dan dat die mensen met een beperking geld krijgen. Maar dan weet je het. En Surinamers, zeggen jullie vandaag eerlijk. Ik ben diep teleurgesteld in Malabi Brada en Sisas. Omdat dit wat vandaag gebeurt, de dag aan de dag, niet zo ver hoeft te komen. Het is maar bij Taknaals, mijn Baru, dat mensen komen op straat. Ik zei vaker naar jullie die niet, zo we wachten, die gaat niet komen. Ik ben gelukkig aan kijk ook. Men praat met jullie soms wanneer aan kijk, weet niet waarom. En jullie verwachten nog steeds, nee. Ook zegt hij meer dat mee baan. Die man is een leider. Een echte leider. Zoals we hebben gezien, wil die man geen onrust hebben. En ik snap hem ook, ik sta ook achter hem. Hij heeft ons ook gezegd om in stilte te blijven. Ondanks met hem fight en wil opsluiten, zegt hij gewoon aan je. Wat voor mij belangrijk is, dat ligt mijn pina. En dat verkiezingsgehoor en al die dingen daar. Hij focust op nationaal belang en op persoonlijk belang of politiek karakterbelang. En we weten ook dat ik zelf ook aangaf dat hij de VAP kon opsluiten toen, maar heeft het niet gedaan. Omdat die man een echte leider is, hij kiest voor peace, rust en geen onrust. Weet je? Had deze man Chan hetzelfde gedachte en hart voor Suriname, zou je het beste doen wat in Suriname belang is. Maar zo kan je zien welke leiders we deze hebben aan het bewind. En ja, het is triest, het is spijtig. Ik kan het niet verwerken, als het jullie eerlijk. Iemand die voor jullie opkomt, zij op zijn mensen en aan burgers. Die zijn lief op het spel heeft van Suriname toen hij jonger was. Dat betekent je vecht voor de mensen in je jongere jaren. Je komt op voor onrecht en dan op een of andere manier teken oren laat mij vallen als een baksteen, zo zie ik. Die man heeft niemand op te roepen van je. Wij kunnen zelf gaan protesteren want het zo ver is dat je mag horen aan mijn onterecht. Toch, ik hoop dat jullie ook op straat zullen gaan als het zo ver is dat de man schrot aan mij. Ik zeg altijd, waar schrot er die? Wanneer als het van Osram ik kalaka. Ja, als het zo ver is, zal ik dan jullie oproepen. Ik heb ook een persoonlijke issue. Ik ben ook met mijn huisdingen bezig. Ik weet niet hoe ik ga doen. Want financieel ga ik dan sowieso moeten kijken van mijn regel. Misschien te mijn waste dat de hele maand. Maar ik zeg altijd, ik heb geen geld voor nodig. Wordt allemaal betaald of zo. Ik doe alles met mijn hele hart. Zolang onterechtheid ergens vast zit. Kutak bijvoorbeeld, onterechtheid dan aan pressie, was dan een zanger van burger, dat maakt niet uit, wat ga je mijn stem altijd horen, dat naar mij model. Ja, en als het zo ver is dat ik de man tak, dat hem gie afsloten, ga ik sowieso op straat gaan. Ik heb ook gezegd, ik ga niet met andere bedoelingen op straat gaan, dat ik maar moest komen, bronkiri of zang. Maar op het moment dat ik me wil maken voor het demonstreren van mijn mening, om te geven van ik ben het mee eens, dat gaat men moeten nemen. Zoals je weet, gaat het niet meer kunnen omkopen. En sowieso geld bieden gaat men mij ook niet lukken. Als ik op straat ben, dan regering ook aan me voor stop.
Mijn hoop dat als er een volk kan dienen de rust, we wachten die rechter dat die zaak ook dat oosterhout aan maakt. Dan gaan we overstraat. Ja, we moeten niet bang zijn om tegen onrecht op te komen. Ik ga niemand in gevaar zetten, maar we moeten hetgeen dat is gebeurd tussen de dingen die de wetten bij ons staan voor de mensenrechten. Tussen lien hier, en lien man, en zo'n zand die man bij ons dat volk onder druk. Met als je een systeem kan instellen en desnoods dat alle de trakonderen kan lukken en reflecteren dat nou. Hiervoor moeten we nu gaan waken en voorkomen. Ja, ik heb bijna geen energie. Maar toch ben ik wel live. Ja, ik ben helemaal down. Omdat misschien was het koers ego. Ik heb echt gedacht dat we een echte leider hadden die sportief was. Als we de kant van maatje dat NDP groot. Maar ik moet schakelen maar uit, heb ik meer kans om te winnen, denk hij misschien kan. Of hij denkt misschien dat daar slot op bouwt. Dus ik kan ook opstaan op het nationaal noodtoestand werd. Elk Suriname weet dat nu ook. Maar we gaan moeten strijden. Ja, we weten allemaal dat OM niet meer werkt. We weten allemaal dat de mensenrechten ook niet meer werken. Ze zijn allemaal buiten functie. Ja. Maar wij als volk gaan onze eigen mensenrechten zijn, onze eigen OM zijn, onze eigen stem, onze eigen oor, oog en mond moeten zijn. Ja, maar we gaan protesteren als het zover is. Ik roep alle NDP'ers op. Ik zit ook weer sari. Maar ook in de rust. Bereid je voor een grote actie en kies het zover is. Ja. We gaan niet opgeven, we gaan niet in angst, we gaan geen domme dingen doen. Maar we gaan onze stem laten horen wanneer we niet met iets mee eens zijn. Ongeacht als de stad hermetisch wordt afgesloten op wat we gaan onze stem laten horen. Ongeacht de bedrijven dat er zal plaatsvinden, we gaan onze stem laten horen. Ja, we worden ook allemaal al beluisterd. Ik werd vandaag ook gebeld door een diplomaat. Die me aangaf van Rendel, je gesprekken wordt beluisterd. App me maar liever. Maar Rendel verder account is ook helemaal uit de lucht. De was heeft volgens mij met op FBO chic. Die gaat geen Rendel verder meer kunnen zien. Ze hebben het uit de lucht weggehaald zonder een of andere reden. Ik heb een bezwaar getekend, dus ik wacht op mijn resultaat daarvan. Het land in waar we leven. Dus dan weten jullie het allemaal ook. Ja, niks gaat me stoppen, al moet ik 100.000 fake accounts maken. Ik zal wel altijd met jullie in contact blijven en live blijven gaan. Dus mensen, mijn moeder kijkt naar die live, die is me constant aan het waarschuwen. Het komt goed, maar... Oké, broer, we kunnen morgen een live plannen, aai. Zeg je eerlijk, inderdaad, want dit is echt, ik heb echt een hoofdpijn. We kunnen morgen weer een live plannen. Ik moet echt voorzichtig zijn, mijn moeder is ook in de live. En die waarschuwt me constant. Ik blijf ook in de rust. Een heleboel mensen waren aan het heugen gisteren, aan het juichen, die de heren Taki aan rechter liest afvonnis, maar gevangen nemen of in de plaats. En ik probeerde de mensen nog te waarschuwen, maar hebben jullie wel goed gekeken wat er is gebeurd? Ik ga jullie eerlijk zeggen, iemand met goed verstaan of die juridisch ver is, gaat je direct zeggen van nee. Wat mij aan het plannen is dat men momenteel kijkt op een manier, ik gebruik mijn eigen inzichten. Men kijkt op een manier wanneer het rustig is, want nu was het was gisteren stuimerig, weet je. Hoeveel waren er nog mensen op locatie die uitkeken naar de vonnis en zo. Dus ze gaan zelf kijken wanneer ze die man kunnen gaan halen in de rust. En dan is het ons... als Suriname taak, die zeggen van wij houden van Suriname,
Wij zijn strijdvaardig als Surinamers. Zoals we zingen bij onze volkslied. En die kan, dat is onze volkslied, onze hoofdmenu van ons als Surinamers. Wanneer we zingen strijden voor strijd. We doen ze vrede. Gade de wifesie man. Heer de liefde naar dede. Is dat vertig is er aan lang. Dan gaan we dat moeten wezen. Ja? Dan gaan we moeten strijden. Dan gaan we moeten vechten voor Suriname. Dan gaan we ze moeten wijzen wie de zeggen heeft in Suriname. We gaan ze moeten wijzen dat voor het eerst in geschiedenis het volk in opstand zal komen en zal praten. We gaan ze moeten wijzen dat deze Indiaanse boterse, die al die tijd rust en orde wil in het land, heet hem maar not, ook al weet van welke partij ze gaat openen. Hij is willing om te coöperaten with everyone. Hij zegt constant. Ik vraag u niet om van mij te houden. Vergeet het nooit meer. Maar ik hou wel van u. Hij vraagt je om te doen wat goed voor Suriname is. Dat is een echte leider. Wanneer mensen geen hoop hebben, spreekt hij moed. Wat deze chan niet doet. In een storm verlaat deze president het land. Tidjigidjigidde, alles maar de eidansari. Alles maar Ati Ejompo is je president in het land. Waar hij de kans heeft als president leiderschap te tonen. Zeg maar, ik geef gratie in nationaal belang. Om bepaalde redenen. Om het rust te waarborgen in het land. Die maar even groot achterbaan. Je hebt 16 jaar gezien. En dan maar gewoon chimboy. Go. Dus ook als zo'n Finishan bijvoorbeeld zelf in zo'n hoedanigheid zit. En de verder Finishan zo'n achterbaan had. Zal ik als president rekening daarmee moeten houden. Daarvoor is die gratie er eigenlijk. Maar dan tegen je wanneer je moet geven. Je bepaalt wel zelf. Maar je moet inzicht kunnen hebben. En als je geen inzicht hebt als leider, dan moeilijk. Dit is een arrogantie, ik hier. Je moet even achterbaan. Je gaat rekening moeten houden met achterbaan. En hij is geliefd bij velen. Dag Susie King. Hij is geliefd bij velen. Is een volkspresident zijn leider. Is een van de grootste partijen en leider die gaat uitschakelen. Kom laten het doen alsof je niet wist van dat dit zou gebeuren. Dat Claudia Mendezoon, dat naar de zaak voor UNO toe, de zaak voor de gepleeg waren die erop voorbereid of we wisten het niet. Ik zeg dit vandaag vanavond in mijn live, ze moeten niet komen doen alsof. Hij is geen leider, maar een teringleider. Hij moet niet komen doen later, like onderbaren, like met haar Facebook naar baren. Dag van, dit is maar ik denk, men heeft zich zijn misnoegen geuit. Dag. Je moet ook, alleen voor Amosie Betaki, 17 bij de, aan de bereid op voor. Jullie moeten denken wanneer jullie een actie zullen ondernemen. Is het wel goed in nationaal belang? Denk je aan volk? Denk je aan achterbaan? Denk je aan de bautisten? Denk je aan veiligheid. Denk je Sranang. Denk je de onschuldig burger. Denk je Aladesani. Denk je. Ben je mijn taxreflex van Sani? Denk je Libi. Want wij gaan jou niets doen. Of ik ga jou misschien niets doen. Maar hoe zou je voelen op dat moment als je weet dat die mensen zulke uitlaten hebben gemaakt? Dus men vindt het zeggen: buitenlanders, zowel interne mensen, hebben me nog geuit op een reeddadige, zoals liefdadige manier. Ze willen die man uitschakelen met het idee dat als ze hem een strafblad geven, is hij politiek doodgemaakt. Dan komt hij niet meer op de lijst voor. Ten slotte Bouta denken ze, kan hij geen president meer worden. Maar dan hebben ze het glad mis, maar Bouta wordt ook geen president meer worden. En dat is het doel erachter. Hoe dat man politiek wees. Het is geen enkel ander ding. Naar geen strafblad van de gewetapa lijst, van de grote president. Toen allemaal takken bij mijn grote president. Ja, wat alle toen. Eigen laat zij ook eigenlijk aan. Dus het is niets anders dan een politieke proces. Na van lekker van ja. Om Bouta uit te schakelen. Als je alleen maar kijkt. Hè, naar de nabestaanden. Dan heb je geen sari meer met ze. En ik weet iemand is mijn mening. Je hebt het volk 40 jaren, 40 plus jaren.
heb je je 8 december rommel in als een stoten. Sorry mensen van mijn language, maar ik moet echt zeggen, 40 plus jaren hebben de nabestaanden ervoor gezorgd dat onze land een chaos was. Had je dat gewaarom? Op een dag van de zandie. 40 jaren lang, als bouw daarvoor gaat bijvoorbeeld, is de wegdek gesloten. Want men om jou als nabestaande een grote omweg gaan maken, want je vindt dat je een gerechtigheid moet krijgen. Toch? Je wist dat ik kaffe toe. Heel veel agenten die slapen met en naar hun huis moeten gaan, moeten overuren werken om jullie. Onze beeldbuizen, onze hersenen zijn al dolgedreven van jullie 8 december. Elke dag op tv, in de krant, 8 december, zolang het aankomt. 8 december, bouten ze. Wij als Suriname zijn ook moe van die moet het ook zeggen. Toch ga je terug naar wat ik moet zijn moe. Niemand vindt het goed als iemand een dierbare verloren heeft, maar jullie maken dat jullie echt te erg nu. Echt dramatisch. De rechter geeft het vonnis aan. Noem maar ondertevreden. Jullie geven aan Amsterdam. Wat voor voordelen heb je daar, Amsterdam? Zo'n oude man. Waar gaat de rechter hem plaatsen? Houd me wel rekening met omstandigheden en plaatselijke feiten. Houd me wel rekening daarmee. Naar de nabestaanden. Ik word daar heel zandig nog nodig. Ze zijn echt dramatisch. Waarom staat men niet met dat van Moiwana en andere cases? Zijn het die leven alleen dat belangrijk zijn van dit klein groepje dat voor heel Suriname zou moeten boeten? Hoe denk je dat je naar volk naar weer? Kan dit maar nou durven tegen in life? Maar Suriname volk is ook moe van je, die frustratie van die mensen daarvoor bij moeten gaan, andere mensen moeten gaan werken, andere mensen moeten naar school gaan. Alles wat zijn, die mensen moeten heel goed aan weg gaan maken. Kijk goed, één man, heel Paramaribo hermetisch afgesloten bijna. Willen zijn. En het is ook iets dat ik afkeur. Weet je waarom? Het is medisch niet gezond. 40 plus jaren lang, u matel amang. En die peer met dat naar onuti de omek was top kon als hij wist aan mijn schroto. Met dat aan de met proka met aan de schroto. 40 jaren lang hebben die rechters op die man zijn hersenen gewerkt. Weet je wat 40 jaren is? Die heel voorbereid dat je moet voorgaan voor een rechter. Je weet wat je, als mens ga ik nu praten, je weet niet wat je gaat ontmoeten. Je kan levend eruit, je kan gevangen erin, alles het zal niet. Je kan dood eruit gaan, want je weet niet wat kan staan. Toch? Het feit dat je moet gaan naar die zitting bereid je jezelf een geestelijk voor. Die man is al oud geworden. Emotie en na voorbereiding, energie heeft die man misschien zelf ook niet meer. Oké, Asan, if bewijs naar de echt en zo. Kira-san, het is gewoon simpel. Ja, als president in Afghanistan heb je een sweary gemaakt met Nederland, want ik hoor alleen maar geruchten. Ik hoor geruchten zoals sweary met Kita Amsterdam Bouta. Dan hoor ik NL heeft geld gegeven. Alles wat samen hier. Bouta is in dit geheel ook slachtoffer, ja, en ook van mentale slachtoffer, want ik weet dat getuigen naar die, te gaan mee of bewegen naar die echt bedoel ik, te gaan mee constant voor. Het is niet normaal, zoveel jaren. En het is nu zelf zo opvallend dat, ja, iedereen hoort dat van die land ook, dus deze man, hè. Hij zit akkoordelijk zonder waar ben door. Het lijkt als Nederland nu voor het zeggen dat jullie een mooie filmpje geven waarom. De mensen die nieuws volgen, Lim FM, hebben gemerkt gisteren dat de journalisten van Nederland, hoe aardig boom, van mij tegen zo'n kik ik zei naar Kondre. De journalisten van Nederland, die mochten wel vrij naar binnen gaan in het rechtsgebouw. Maar die van Suriname moesten voorin staan en werden zelf gevraagd om zich te legitimeren als je op het lijst voorkwam. Nekala actie is aan een rommel. De Surinaamse journalisten zijn niet zo sterk als dat van buitenland. Suriname is bijna een Nederlandse kolonie alweer geworden. Onder dit bewind van Chan.
En ik heb geen spijt ervan. Ik ben zo trots op Bouta dat die revolutie zou komen. Maar als ik kijk naar die films materie, allemaal bij elkaar, en hoor wat er toen is, ik was nog jong. Hoor ze dat toen. En dan als je zei dat nu, dan ben ik allemaal een beetje plebe. Ik ben trots dat ik nog leef, dat ik onze strijder, onze revolutieleider nog ken. En ook jullie daar thuis moeten trots op die man zijn. Het lastige ervan is dat we die man laten vallen, nu dat die man oud is geworden. Dat hij had me. Hoe een sapte was mij doe boom. En ik hoop dat we met een man taal zitten aan mijn beginning. Chan heeft Nederland de vrijheid gegeven in Suriname. Maar we zijn trouwen aan ook op een gegeven ding. Want hij gaat niet opgesloten worden zonder dat ik ga protesteren. Ik ga protesteren, 100%. Ik weet niet van wat ik al die DDC. Ze is ook aangegeven, ik heb ook mijn persoonlijke dingen. Ik heb sowieso ook mijn mensen gaan zeggen, je hebt me hier en daar. Maar ik zeg, ik ga niet thuis blijven van mijn disrotto. Ze gaan me moeten te was maar de boongi akondre om respecteren, maar aan het aan didi, dan wordt dat van mijn boong. Is een lopende legend, is historie, is dat, en dat wil Chan ook schrijven, dat naar een slot aan waarschijnlijk. Boutersen is historie. Is onze revolutieleden zijn vet die ongerechtigheid. Leef van mijn vet die ongerechtigheid noemen, dat ze hem zijn Bouta doen bijna. Maar het is in een andere vorm. Af te kijken, heel Libi pot in gevaar. Voor te konden Abra, dit is maar bij last hoop in Libi. Die alles maar bij Holland. Mensen die geen toekomst meer in Suriname zagen. Vluchten naar Holland. Chaos in een konden. Zware fraude. Zware fraude. Chaos op ministerie. Friends and family beleid was er toen. Wat gebeurt er nu? Kan je het wel linken? Moxie aan de UR, aan de UR Moxie Malin. Ik heb echt erover nagedacht om weer een laatste live te doen voor Tachnangau. Als Nederland ons ook kan helpen voor protesteerdrapen naar Nederland, ga ik blij zijn. Donaties voor die man, alles voor die Bouta moet echt komen, man. Echt. De mensen met een juiste hart voor Suriname. Praat met je mensen zo ver te houden over straat. We gaan het niet zo laten, ik ga het niet zo laten. Heel Suriname moet op straat zijn. Al die 16 zetels die daar waren bij Osseer, wil ik weer op straat zien. Hoe we het gaan doen financieel is punt 2. Voor we mobiliseren maar is punt 2, maar we moeten het echt doen. Ik heb nooit gedacht dat we deze december zo zouden vieren. Heb ik nooit gedacht. Zo'n kerst. Dan heb je die man die gewoon naar chaos zoekt. En dan heb ik op een rustig december schreef. Nederland is met een raak actie bezig naar baas toe via Chan die hond is simpel, omdat hun gefinancierde tegenkoop is mislukt. Het gaat om onze olie en gas. Nederland en Amerika willen van Suriname profiteren. Gaat ze niet lukken en dan lief nog. Zolang ik lief zal ik alles blijven doen. Ze gaan me moeten niet. Ik dat niet, maar moeten dat live. Want zolang ik dat zal ik erin. Ze gaan ons moeten niet. Maar wij gaan moeten doorstrijden, moeten vechten voor Suriname. Baas, Analip Unuso. En wanneer ik zeg Analip Unuso, zal ik jullie voorbeelden geven. Tijdens, we baten als een nekken we pina. Ik zelf vind niet aan die lief en andere leiders, en creative leiders. Nooit gekomen tussen jullie. Er zijn videobeelden, zijn foto's op Bouta kom vorig jaar. Naar geen stoer, naar geen beveiliging, kost dood te zijn afvallen. Voor tegen de man te aanleggen, afvallen epina. Die man is echt een volkleider. Hij move tussen jullie gewoon. Die Chan komt de president. Hoe zit het de blakke man? Hoe zit het? We zingen, we hier als sirene van wagen, we zagen wagen, salang aan plein en free. Hoe zit dat Chan ego aan binnenland? Hoe zit dat Chan ego aan Abrabro, dat ook al wakker of dat naar dit man? Wat Bouta heeft gedaan. Bouta gaat gewoon naar Flora. Hij is dood zijn afvolk. Hij drinkt. Hij nyanang. Hij smokang. Dat is Bouta. Zijn echte leider. En het verschil moeten jullie kennen. Die man vreest niet voor zijn mensen. Hij is en blijft tussen de mensen. Tussen de mensen te alle tijden. Chan denkt nu gewoon als iemand die op een mission is in mijn oog.
ik ben gekomen, ik moet ze uitschakelen, ik ben gekomen, ik moet geld maken, ik ben gekomen, mensen moeten zitten. Ik heb jullie gezegd, deze mensen gaan de historie ingaan, Bolten en mevrouw Ingrid. Twee respectabele Surinamers. Ingrid kreeg niet zoveel geld als Melissa, maar ze was veel op tv. Een van de beste virtues na Ingrid is die van Finishanda. Ik ben iemand geweest met een as van mijn takking. Mevrouw Perotti, Lisbeth Perotti. Twee beste virtues die mij bij Suriname gekend. Finishanda zijn vrouw, zij was dekking voor die man. Omdat ze een zeer goede karakter had. En na Finishanda vrouw heb je first lady van dingen Bouta. Ze kregen maar, die van Finishanda kreeg geen geld, eerlijk. Die van ons kreeg 8000. Is bij wettelijk vastgelegd. Maar wat ze deed met sociale dingen dat ze kreeg, sponsoren en zo. Wat ze op tv deed, al die projecten met kinderen, kansarme kinderen van buurten, handicapten, projecten, dingen symbolisch gaan openen, al die dingen daar, ze was overal bijna te zien. Deze first lady is gekomen, die kreeg first lady salaris, die kreeg staatsolie salaris, die kreeg zelf van de kabinet-president de Poering, van het Hof kreeg ze ook, adviseur van der man kreeg ze ook, heel veel salarissen. En wanneer zien jullie er op FB, wanneer ze er op schud, dan zien we er, deze kan go. Ik kan zeggen, voor de snikjes, ik kan go. Dan zien we er wel, ja. Zoveel salarissen. Hoor je er nooit praten over, ik ben daar, dit aan het doen. Dit en dat heb ik gedaan. Reflectie, nee, kom. Voor boensaan, zij doet dat de ministerie. Aan eerste video staat voor je dit, Mickey. Naar dat kabinet-president bij dagelijk TikTok-lady. Maar dat TikTok-lady, ik heb dat ook zo'n satan. Dus ze is een dansende first lady. Dus zo'n moment een beetje in jaren ze dansie. Ze is voor dansie. En haar draaien tongen. Kijk ze. Dit aan die doet ze. Draai tongen dansie. En jaffel. Maar maak een documentaire waar je aangeeft, want je vindt dat iets scoren. Hoe capabel je bent. Waarom je de beste bent. Zij de ethiek defensie. Kom ons uitleggen. No. Kom. Kom nou. Leuk aan snikken jij met eens aan. Overal wanneer ik er zie. Ik zie er gewoon shoppen. Ik zie er de manhandel vasthouden. Ik zie er plotseling manden niet weer. Iedereen dan gewoon aan stilte. Ik woneer en ik zwem horen. Om het gewoon de waarheid te zeggen. Toen zijn we dat hij dansen, ze kennen teren. We moeten eerlijk zijn, en dit is voor ons momenteel leiderschap. Dit moeten wij zien als leiderschap aan 2020, 2025, 2023 om eerder span. Dit moeten wij zien als leiderschap 2023. Ik hoop dat jullie kunnen zien waarvoor we hebben gestemd. Welke hoofdpijn hebben we gekregen tijdens COVID, zonder COVID. De leugens van IMF. Die druk. Zelf in december gun die mij jullie geen rust. Grad Hadi Motaking. Chan gunt Surinamers geen rust in december. Want ik pot u in Bruya. Voor die spanning, dat ze op za. Die man is niet gekomen om te spelen en geeft jullie geen enkel rust. Hij is voor mij geen leider waar. Het respect die ik had voor deze president, ik dacht van gratie moest komen, zou hij zelf zijn handen toereiken. Helemaal, ze is geen vreugde voor Suriname, ze is vreugde voor de man. Dit is gewoon een flut. Dus... Ik weet niet als Chan adviseurs geven, ik kan die nou wat braaf hoe doe je. Maar die adviseurs van die mensen functioneren echt niet. Omdat je dan weet van 1 december day, we zullen want doen wat aan. December day, we zijn gunders dan als maar rust toe.
à la facilité de demander de faire tout, de denken, de zijn. Er schuilt heel veel verder achter deze aanhouding. En ik zal er de bodem voor vechten dat gerechtigheid plaats zal moeten vinden en dat die man vrij wordt. Ik zal ook mijn mening geven als ze die man aanhouden dat hij eruit komt. Dat ik ervoor zou streven dat Suriname zijn vrij wil hebben. En niemand kan me daarvoor tegenhouden. Er is geen wet die me aangeeft dat ik niet op straat mag gaan als ik met iets niet eens ben. Ik heb dat ook gehoord van vermoorden. Ik hoop het niet. Laten we niet suggereren. Ik hoop het echt niet. Maar ik heb dat van vermoorden ook gehoord. Maar we zullen dit niet gemakkelijk voorbij laten gaan. We zullen gaan protesteren. We zullen gebruik maken van onze rechten, ook als burger. En aangeven wat wij willen. En dat wij dit niet willen. Chan houdt niet van Suriname. Daarom moeten we hem negeren. Tegen deze feestdagen. Chan is zo slecht dat hij ons geen feestdagen gunt. Is waar. En Sammy merkt op zijn lange van christenen feesten. Die komen van blakken van feesten. Die Chan heeft potu in chaos. Is geen grap. A la kerst op die lockdown. Ik van een lockdown, ik tap depressie. Ik tap wat capaciteit, ik tap zo, ik tap water kan. Die man is hier die bezig tot die... Ja, moet het zeggen. Surinamers moeten allemaal, bij zijn huis gaan staan elke dag. NDP moet als beste winnen en deze VIP'ers, Chan, moet allemaal achter slot en grendel hetzelfde doen wat ze nu doen. En die peers opsluiten deze duivelsgasten. Hoop dat dit echt gebeurt. Anders ben ik klaar met NDP, want dit moet VIP afleren. Ik had het ook gezegd, hè. Ik heb vandaag ook gezegd in mijn live vandaag, toevallig ook weer. Dat als de NDP weer dat ze mensen in hoedanigheid moeten zetten om hun werk te doen. Ik zou graag degene willen zijn. My name is I Love Problem. Ik zou graag in de hoedanigheid willen zijn om deze mannen op te sluiten. Wetten te maken om ze te slachten met vingers. Wie je kort vinger trouwen. Van mijn kind wet. Terugdraai wet. Jogi dat bij de waam de eerste. Maar zal bij je aan ook doen. Ik zou ze echt bij naam op tv en toenaam noemen. En vanaf COVID zou ik beginnen. En dan moet ik de artikel dat me de mis dat op de mens heet. Alle die artikel me haak van look toe. Alle die sma. Sam ka stasje na mi sa tv voor de artikel ze de hoofd. Me put allemaal als door iemand persconferentie. Dat is de commissie voor afslachting. Eén station gaat er voor die dag maar zijn. Alles aan het weer kaarkaarlucht toe. En dan gaan we beginnen met paspoorten intrekken. DNV aan huis. Zijn we moest doen. Eventueel terugdraaien van goederen. Inleveren van gelden. Verminken. Of zelf doodstraf. En dan gaan we naar de rechterlijke macht gaan we filteren. Je mag geen PG zijn bij je corrupt. Je mag geen rechter zijn bij je corrupt of dat behandeling naar eerder geweten. Ook dat moeten we in Suriname bij wet gaan doen. Het moet ook mogelijk zijn als een rechter, zo'n voorbeeld geef ik je hoor. Als een rechter in de rechtszaal zit en bijvoorbeeld een tjoek heeft genomen of bijvoorbeeld iemand benadeeld, moet je gewoon op tv kunnen zien van wat. Rechter in haar, want daar rechter in gevangenis. Het moet mogelijk zijn. Daarom de meiden hadden maar afmacht. Hoezo? 7 februari is Madrid. Wanneer het net voor strafblad. Maar daar hebben de bouwten, de boeren, mensen, de organisatie, bouw, gide, mine, bouw, die doen, zo, zijn. Weet je, hoe nu? Mensenrechtenorganisatie is nu buiten functie. Alleen tussen 8 december en NDP regering gaan ze weer actief zijn. Hoe dat hij, hoe lukken ding. Hoe lukken ding, boom. Ja, alles terugdraaien. Klopt. Terug. Kosten. Mensen, Chan gaat boten ze geen gratie geven. Dat moeten we in de gaten houden. Want Sheriff Santoki gaat boten ze opsluiten. Nederland betaalt zwaar. Want Chan vergeet één ding. Suriname gaat dit niet accepteren. Verkiezingen gaat de NDP groot worden. NDP wordt groot, dat is 100%. Zelfs de rechters moeten voor goed achterslot en grendel. Ze liggen terwijl ze een eed hebben afgelegd. We gaan dat van de rechters niet zomaar kunnen aanpakken. Je moet natuurlijk bewijs hebben. Maar we moeten ervoor zorgen dat we ze ook gaan loren. Lokken.
bepaalde files zitten voor ze en dan kan je ze tackelen. Er moet ook bijgewerkt worden aangegeven dat die collega's van ze die corruptelingen kunnen wegtrekken als het zo mag zijn. We moeten ook meer, ik heb ook een visie, meer Surinamers stimuleren om te studeren in het rechtssysteem, vooral Blakaman. We moeten desnoods via de staat vergoeden door een contract dat Blakamans kunnen gaan studeren voor rechters. Want die studie is vreselijk duur. Ik moet volgend jaar €8.000 gaan betalen bij FAR om te studeren voor mijn rechten. €8.000 moet ik volgend jaar neertellen bij FAR. Het is geen gemakkelijke studie. Het is al zwaar en dan zo duur. En als ik privé lessen aan huis wil hebben, want ik ga niet constant in de klas kunnen zijn, moet ik ook gaan betalen voor privé lessen. Het is een dure grap. En als je een master wil doen, moet je €10.000 betalen. Voor je bachelor's €8.000. Bij ADEC is het iets van 3.500, gaat het worden 5.000 om het te goede. Dus daar kan men nog gaan studeren, want het lastige van ADEC is een laag niveau, is interne rechten. Chan kreeg geld, want dit was, is hun plan. Dus strade toeshitak rendel, nee, go se full life, morgen zijn weer op school. Ik zal kijken hoe ik mijn life zal plannen, zowel de partij zal blijven ondersteunen. Ik heb prioriteiten stellen, had je ook gezegd dat ik weer ga studeren. Ik zou in de zorg eigenlijk verder willen gaan, maar ik denk even een pauze van de zorg gaan nemen. Want Suriname gaat me nodig hebben en ik weet dat. Dus ik wil gaan met al mijn bagage wanneer ik naar binnen ga. En al mijn bagage. Voor fight de zaal, jullie die spoon vast. Ik kom in komen zwaar. En jullie gaan trots zijn. Dan moet je dan maar beginnen fight de man zo. We moeten een nieuw Suriname hebben met een nieuw mindset. Nieuw verandering. Maar mensen, gaan mijn live hierbij eindigen. En ik ga binnenkort wil melden wanneer ik live ga. Ik ga niet iets melden, want ik me melden. Dan heb je send me account blokken of zo. Dus ik ga niet meer melden. Maar gewoon live gaan. Ik groet aan ieder. Ik zou zeggen, bid voor Suriname. Bid voor de ex-president. Blijf in de rust. Bereid je voor. Eventueel, als het zover zou moeten zijn dat ik steun nodig heb dit keer voor mijn actie. Zal ik jullie op FB vragen wie me wilt ondersteunen. Financieel ben ik niet zwak. Ik heb wel mijn privé dingen, ook mijn privé leven vandaar. Dus als het zo zijn dat ik op straat zou moeten gaan dagenlang, ga ik wel vragen voor ondersteuning. Als er ook mensen zijn in Suriname die kunnen poweren met een soundtruck, het mag zijn water of zo, hoe bereid je voor? Ik ga water nodig hebben, soundtruck als het kan zelf ook, om te kijken van wat doen. Maar ze standaard water, bussen, soundtruck. Nodig hebben. Dus je smart deze af, deze aan dat je op elkaar regeling. Ik hoef geen geld te krijgen, maar je tenminste kan regelen dat je die dingen van betaalt voor dagenlang. Dan is het ding. Ja. Ik ga mijn onderneming laten om op straat te gaan. Gaat sowieso een verlies van me weer worden, ik weet het. Maar ik ga het voor die man doen. Dus je smart deze ervaring mee naar jou. Ook die in Holland even kan. Met oesting voor dat ziel, want ik wil actie voor tegen Holland dat enough is enough. No bemoeien naar Unusan is onze aangelegenheid. Om met oesting hier te draaien, hoe baat de man. Maar oesting heb je baf op je motor. Ja, ik groet aan ieder, zeggen blijf safe. Bidden voor de Suriname, bidden voor de ex-president.